Elke 10 seconden stijgt de lava 1 blokje. Ik moet samen met een vriend van mij zoveel mogelijk blokken zien te verzamelen. Op die manier moeten we namelijk op het hoogste punt van de wereld komen. Voordat de lava onze voetjes verbrandt. Stop de lava zo snel mogelijk door op een duimpje omhoog te drukken in 3, 2, 1. En koop de merch, alexkleinshop.com. Het is bijna zover. De lava komt er bijna aan en we moeten alle blokken zien te verzamelen. Zullen we wat bomen hakken? Ja, dat is wel handig. Kom op, kom op, kom op. Oké. Ik ga deze boom hakken. Pak jij een ander? Ja, ik pak deze. Ik kom niet eens op de boom. We moeten op het hoogste punt ooit komen. Maar we moeten ook dingetjes hebben, zoals eten. Waar kunnen we hier zo snel mogelijk eten vinden, Kevin? Ik heb geen idee. Geen idee. We moeten zo meteen rondkijken. Maar we moeten wel snel zijn, hè? Oké. Oh, nee. De starterperiode duurt dus zo'n 5 minuutjes. Alleen zitten we al op 45 seconden ervan. Dat is wel een foute boel. Oké, snel hakken. Hak nog zo'n boom om. Ja, dat doe ik. Maar is het niet handig? Al vinden we iets als iron. Met iron kunnen we namelijk een schep of een schaar maken. En met een schaar kunnen we heel veel blaadjes hakken. Ik denk dat dat de snelste manier is om een boom te hakken. Toch? Of ja, om blokken te krijgen. Zo, dat jij zo slim bent inderdaad. Dat is ook zo. Dankjewel. Ik heb heel veel Minecraft gespeeld om daar überhaupt over na te kunnen denken. Oké, weet je wat ik doe? Zorg jij voor eten. Ik ga alvast een crafting table plaatsen. En ik ga een paar tools maken. Zoals een pickaxe bijvoorbeeld, ja? Oké, dan ga ik eruit te zoeken. Succes! Oké, ik maak ook een schep, want we hebben echt geen tijd te verliezen. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat je genoeg hout hebt. Met bijvoorbeeld... Nou, wat is allemaal handig om te krijgen? Een axe is handig. Eten is handig. Cobblestone ben ik aan het hakken. Daarmee kunnen we zo meteen een oven maken. Maar ik heb echt iron nodig. Oh, en coal. Oh, nee. Ik heb ook een achievement. Stone Age. Ja, oké, dat is best wel logisch dat je die krijgt. Die krijg je altijd in Minecraft, oké? Hallo, waarom is het hier zo donker? Kan er niemand een lampje aandoen? Oh, ik moet het echt snel vinden. Dit heeft geen nut om zo te minen, denk ik. Ik kan beter nog op zoek gaan naar een cave. Trouwens, dat ga ik gewoon doen ook. Ik ga gewoon op zoek naar een cave. Heb jij al ergens een cave gevonden, Kevin? Nee, nog niet. Ik heb wel schapen hier. Kill jij de schapen? Dan kunnen we sowieso wat wol krijgen en wat eten. Dat is wel handig. Ja, ga ik doen. Oké, ik ga hier alles goed scannen voor eten. We moeten wel een beetje in de buurt blijven, hè? Ja, komt goed. Oké. Ik zie daar wel wat stenen langs de berg. Het kan zomaar zo zijn dat er aan de zijkant van die berg heel veel iron kan zitten. Oh, en ik moet dit zo snel mogelijk hebben. We zitten al op 160 seconden. Oh, nee. We moeten snel zijn. Oeh, inderdaad. Waar kan ik dit vinden? Kevin, we kunnen ook... Nee, ik denk niet dat het heel handig is om de woestijn in te gaan zometeen om te beginnen. Nee, daar heb je wel heel weinig eten ook. Oh, hier is een soort cave. Ik heb een cave! Oké, kom op. Iron. Ik heb trouwens al wil ik iron hebben. Een stenen pickaxe nodig. Alleen moet ik dan wel iron kunnen vinden! Oh nee, ik hoor al lava. Uh-oh, waarom hoor ik al lava? Ik hoor heel veel lava. Nu al! Ja! Dat meen je niet. Maar ik weet nou niet of dat bij de mod hoort of dat er gewoon ligt. Ja, straks gaat het nu al fout, joh. Kijk uit. Oh, ik hoop het niet, hoor. Oké. Oh, Kevin, ik zie je lopen. Ja. Wow! Zie je die zandberg in de verte? Die is echt mega. Oké, ik heb ook al wat eten. Ik ga nog een aantal eten verzamelen. Oké, dat is perfect. Misschien kunnen we heel goed gebruik maken van die zandberg zometeen. Oh, wacht eens even. Hier is een lavapoel. Ligt hierbij iron? Nee, dat ligt er niet bij. Oh, nee toch? De tijd is bijna voorbij. Oké, weet je wat? Een ander idee. Ik ga dit helemaal anders aanpakken. Ik ga nieuwe tools maken. Ik heb nodig een hakbel en een nieuwe pickaxe. Oké, die daar en die daar. Oké, dan hebben we dat tenminste. Oh, Kevin, kom naar mij. Nu. Snel. Ik heb dat. Ja, dat maakt niet uit. Laat het konijn met rust. Oké. Ik heb een village. Dat is perfect. Daar kan iron liggen. En eten, alles. Er kan alles liggen. Dit is nog veel beter. Oh, dit is perfect. Ja, let's go. Oké, het ligt ook op een wat hoger punt. Dus dat is ook super fijn, want de lava gaat echt mega snel omhoog zometeen. Ja, ik heb al best wel wat eten. Alleen, ik denk dat het nog niet genoeg is. Oh, dat is echt foute boel. Ik hoop dat er hier een groot farm is. Met allemaal wortels. En die moeten we dan echt een beetje laten groeien. Misschien is het niet slim om het gelijk allemaal vast te pakken. Maar we hebben ook iron nodig. Zie jij hier toevallig een iron golem lopen? Nee, nog niet. Ja, weet je wat? Dat ding is heel sterk, hè? Daar moet je voor uitkijken. Ja, ik weet dat die sterk is. Oh, die hooibalen. Die moeten we ook meenemen. Oh, nee. Er is een probleempje. De lava is aan het opstijgen. Of nee, we zitten in de grace period. Ik heb een kist gevonden. Wat zit er in deze kist? Allemaal broodjes en een helm. Oké, die doe ik snel op. Waarom is hier nergens een iron golem? Oh, wat is dat voor mini-village? Waar? Open je ogen, jongens. Waar? Kom eens terug.
hier. Oh, ik zie hem! Huh? Yes, maar die stond er net nog niet. Oké, okay, okay, ja, zeker wel. Jij bent gewoon blind. Ik heb een X uitkijken. Je mag echt niet doodgaan. Oh, nee. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Hier komen mijn Iron Golem! Oké. Ik heb trouwens nog geen zwaard gemaakt, kom ik nu achter. Oepsie, floepsie. Nee, ik weet het. Maar die Iron Golem die staat nu onder me. Die moet ik zien te killen. Als ik die namelijk weet te killen, kan ik zo 4 of 5 stukken iron krijgen. En daarmee kan ik sowieso een schaar maken. Waarmee we super veel leaves kunnen hakken. Kom op. Het spijt me, Iron Golem, dat je dood moet. Oh, maar ik heb het iron echt nodig. Let's go! Oké, 4 iron. Dat is perfect. Het is je gewoon gelukt. Ja, inderdaad. Oké, ik heb een schaar gemaakt. En hiermee kan ik nu zoveel leaves hakken. Kijk wat voor je hebt. Kijk, ik heb allemaal van die hooibalen. Hooibalen? Noem je dat? Ja, wow! Je hebt zoveel brood. Dat is perfect. Ik had superveel honger. Dankjewel, Kevin. En ik heb dit ook nog. Alleen dat moet je koken. Oh, dat is waar. Ik denk dat het handiger is om dan de broodjes als eerste te eten misschien. Ja, daar heb je gelijk in. Oké. In de village ligt denk ik niet al te veel loot meer als jij... Oh, wacht, Kevin. Ik heb wat gevonden. Ik zie daar een verlaten netherportaal. En bij zo'n verlaten netherportaal kunnen superveel goede dingen liggen. Hey, ik zie koeien. Ik zie koeien. Oh, kill ze. Die moeten we hebben. Daar kunnen we armor en eten mee maken. Ideaal. Oké, wat hebben we hier? Ik zie 2 gouden blokken. Niet echt dat we die kunnen hakken. Kan dat met een... Nee, het kan wel trouwens. Kan dat? Ik weet het niet. Het dropt goud als je het hakt met een stenen pickaxe. Kom op. Nee, het dropt niet. Ik heb wat een goud blokje. Gedaan? Ik heb hem verpest. Oké, sorry. Ik heb wel hier wat obsidian gevonden. Ik heb een schep. Ik heb een broekje. En ik heb heel veel goud. Alex. Wat is er? Wie is al lava? Nou, Kevin, dat hoort hier gewoon. Oh, dat wist ik niet. Oké, we gaan door. Kevin, wil jij anders een mooie gouden broek hebben. Die is voor jou, ja? Oh ja, dankjewel. Ik had namelijk al een mooi hoedje. Dus ik vind hem jou ook wel wat cooler staan, denk ik. Oh ja, nee, Kevin, we hebben wel 1 probleempje. Ja, dat heb ik. Maar het wordt inderdaad avond. Ligt achter je. Ja, maar weet je wat we wel kunnen doen? We zitten toch bij een village. We zouden hier gewoon kunnen slapen. Ja, dat is ook zo. Maar straks komt de lava. Ja, maar het slapen, dat zal denk ik niet alle tijd verplaatsen, toch? Laat het gewoon proberen. Het is ook zo. Oké, laten we dat proberen. Heb je nog steeds wat cobblestone zodat we een oven kunnen maken zometeen? Ik heb heel veel aan jou gegeven. Ik heb er nog maar 6 over. Ik heb 2. Dat is perfect. Oké. Heb jij al een huis met een bedje gevonden? Ik nu namelijk wel. En in het huis ernaast staat volgens mij ook een bedje, inderdaad. Ja, ik kom eraan. Ik ben ondertussen nog steeds verdwaald. Maar ja, ik zie het. Ja, ik heb het weg gevonden. Oké, slaap lekker. Oh, ik word helemaal gek van dat gesnurk van jou. Ik kan helemaal niet slapen. Waarom maak je me wakker, joh? Omdat je ligt te snurken. Dat is niet goed. Oh ja, ik wist geen idee. Oh, het spijt me. Ja, ik hou van slapen. Ja, en van snurken blijkbaar. Kan het niet wat zachter? Sorry. Ik zou het helemaal dimmen. Komt goed. Oké, dankjewel. Slaap lekker. Oeh, die buurman ook altijd. Hallo. Heb jij ook lekker geslapen? Nee, natuurlijk niet. Je hebt de hele nacht zitten snurken. Oh, dat is niet handig. Oh, maar we hebben nog weinig tijd over. We moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk blokken zien te hakken hier. Ja, waarom eigenlijk? Omdat er lava komt. Ben je dat alweer vergeten na 1 nachtje slapen? Nee, komt lava inderdaad. Oh, ik was het alweer vergeten. Oké. We moeten even ons eten ook warm maken, hè? Ik weet het niet. We hebben denk ik wel genoeg aan alleen de broodjes, zou je denken, toch? Als we gewoon genoeg broodjes maken, heb je alle hooibalen al. Ja, volgens mij wel. Oké, dat is perfect. Dan ga ik hier superveel blaadjes nog zien te hakken, zodat we die ook kunnen gebruiken om mee te bouwen. En het hout kunnen we ook goed gebruiken natuurlijk. Dus als jij de boomstam hakt, dan hak ik alle blaadjes! Ja, maar gaat dat straks niet in de fik, slimbo? Dat kunnen we... Daar kunnen we achterkomen of het brandt. Laten wij gewoon hier zo een spoor zetten van plaatjes. Ja? Ja. En dan gaan we het uittesten of het verbrandt met deze aansteker. Oh ja, even kijken. Zie je het verbrand niet? Het ziet er nog veilig uit. Ik denk als we hiermee naar omhoog bouwen, ik denk dat we... Oh, het verdwijnt. Ik denk niet dat dat goed is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat verbrandt dan niet? Oh, ik spring bijna uit het vuur, joh. Ik voor het vuur. Wat verbrandt dan niet? We hebben trouwens ook superveel hout. Maar dat heeft ook geen nut. Steen? Is de steen niet handig? Ja, maar hoe komen we heel snel aan superveel steen? Kevin, we hebben zoveel tijd erop zitten. Dit is zo niet handig. Ik weet het niet. Of dirt. Dit modder. Oeh, ik heb een appel gevonden. Ik heb er trouwens 2. Wil je er ook één? Lekker. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik hou namelijk van appeltjes. Oh, ik heb een ideetje trouwens, Kevin. Wat? Appelboom. Een appelboom. Nee, ik had net een wat ander ideetje.
zeggen. Ik ga namelijk voor jou een schep maken. Ik wil namelijk dat jij superveel zand gaat scheppen. Met zand kunnen wij namelijk blokken maken. We kunnen zandsteen maken. Dat verbrandt niet. Ja. En we kunnen dat supersnel hakken. Maar wat we ook kunnen doen, is we kunnen er glas mee maken. En glas verbrandt ook niet. Want het is al verbrand. Slim, dat ga ik doen. Let's go. Oké. En ik ga dat met deze schep heel snel doen. Ja. Oh, wacht, maar jij veel sneller, joh. Ja, ik heb een gouden schep. Alleen gaat die wel heel snel kapot. Ook zit er namelijk nog een Curse of Vanishing op. Maar stel, we kunnen allebei gewoon 1 à 2 stacks... Oh, mijn schep is al kapot. Daar echt 31 blokjes gehakt te hebben. 32. Oké, dat weet je ook weer dan. Met de gouden schep kan je 32 blokjes hakken. Oftewel een halve stack. Ik moet ook op zoek gaan naar wat steen wat we kunnen gebruiken. Daarmee kunnen we dan namelijk een oven maken. Wat zeg je, Kevin? Dat is ook wel handig, inderdaad, ja. Ja, toch? Een oven, ja, dan kunnen we dingen koken. Ja, maar zand hakken gaat veel sneller dan steen hakken. Ja, dat is wel zo. Maar als er dan een blokje even verdwijnt, dan gaat de hele zand naar beneden, weet je wel. Nee. Daarom gaan we het veranderen in glas. Oh ja. Ik ben heel dom. Alleen hebben we wel iets van brandstof nodig. Gelukkig hebben we superveel hout gehakt. En dat kunnen we niet echt goed gebruiken voor de toren die we moeten maken om naar boven te komen zometeen. Maar we kunnen het wel gebruiken als brandstof. Ja, is dat slim? Ik heb een oven gemaakt. Die zet ik hier neer. Daar doe ik superveel hout in. Voilà. En heel wat zand in. En dan maak ik ook gelijk nog even een nieuwe schep voor mezelf. Die net wat sneller is. Aan die gouden schep heb ik niet heel veel gehad. Oh, zie je deze pompoen hier staan? Let op wat ik hiermee kan. Dit is zo cool. Ik ga Kevin hiermee zo hard kunnen laten schrikken. Oké, ik hou hem nog heel even van mijn hoofd af. Waar is Kevin? Kevin! Ik moet je wat laten zien. Trouwens, kijk, die vogel is daar. Ik zie geen vogels. De vogels zijn hier. Volgens mij is de vogel weg, Kevin. Ja, ik zou maar terugkijken. Is genoeg zijn genoetje. Kevin, ik ben het. Ik had mijn zwaard al gepakt. Ga je me doodmaken? Nee, wacht. Ik wil je laten zien. Wat dan? Ik heb het derde oven gemaakt. En het tweede. En nu kan je hier extra zand in gooien, zodat we sneller klaar zijn. Oh, dat is best wel handig. Laten we daar wat hout in doen en wat zand. Ja, slim. Zo. Wow, dit gaat zo snel met het glas. Ik heb er hier al 15, hier al 10 en die nog niet. Maar hey, het zijn hier al 25. Daarom. Ik denk dat het handig is om gaan we heel snel naar boven bouwen met alle blaadjes die ik heb. Ik heb er namelijk superveel. En daarmee kunnen we dan uiteindelijk een glazen platform in de lucht bouwen. Die blijft vliegen. Ik denk dat wij hier gewoon één strategie voor hebben. Dit moet sowieso goed komen. Oh, ik ga eventjes rusten in de tussentijd, hoor. En dit is jouw huisje trouwens. Ik ga mijn eigen huis. Niet in mijn huis. Alex, de muur komt. Welkom. Wat doen al deze zombies? Oh nee. Dit is zelfs een onderwater zombie. Wat doet hij hier? Het is nacht. Het is dag bedoel ik. Oh, kijk uit. Ja, goed zo. Ik pak hem. Kep hem! Kijk, achter je. De muur. Waar gaat deze muur naartoe? Nou, geen idee. Maar ik denk dat we wel goed de shark zijn zometeen. De wereld wordt kleiner en kleiner. Kevin, we moeten onze spullen pakken hier. Oh nee, ons glas. Het glas en hier het glas. Oh, en het zand. Ik neem het ook mee. Oké, daar kunnen we niet meer bij. Ik heb alles. Oh, heb je alles? Oké. Go, Kevin, go. We moeten weg hier. Ja. Oké, ik denk dat het handig is. Al pakken we snel nog het laatste kleine beetje hout mee hier zo. Maar we worden ergens naartoe gedreven. Ik weet alleen niet precies waarheen, maar er is hier een mega muur. En Kevin, zie je dat ook? Aan die kant is een muur, aan die kant is een muur, en aan die kant is een muur. Ja, we zitten opgesloten. Het lijkt er al op dat de enige kant waar we op kunnen rechtdoor is. Daar staat net nog geen muur. Ja, en ik zie daar, kijk, dat is ook best wel hoog daar. Waar is het hoog? Op deze berg. Ja. Ik denk dat we op deze berg een hele goede plek hebben om een beest te bouwen. Zullen we dat doen? Ja, dat is een goed plan. Oké. Hier moeten we wel veilig zitten. Kijk, dat mega vliegende platform hierboven. Dit is perfect. Ja. Oké, Kevin, ik ga hier nog een paar bomen hakken. Ik geef jou heel veel blaadjes mee. En dan moeten we hier naar boven zien te klimmen, oké? Ja. Alsjeblieft, ik drop ze allemaal hier zo. Oké, daar gaan we dan. Kom op, Alex. Niet vallen. Als je namelijk één keer dood bent, ben je dood. En kom je dus niet meer tot leven. Dus ik ga dit heel erg geconcentreerd doen. Ik blijf gecrouched. En ik moet op dit mega platform zien te komen. Ik ben er. Wow, dat hier nog helemaal vol bomen ook. Kevin? Ja? Ik heb een klein probleempje, denk ik, voor ons. Wat is er dan? Het ziet er niet echt naar uit dat dit... Nou, trouwens, misschien wel. Ja. Het kan best wel het middelpunt worden van de hele wereld. Ik zie daar een muur. Daar komt nu ook een muur op ons af. Aan alle kanten. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat het net wat meer daar is, het middelpunt. Ik weet het niet zeker. Maar laten we voor nu nog maar zoveel mogelijk hout hakken. Ja,
slim. Genoeg blokken hebben we dan. Ja, ja, inderdaad. Ons hele village zit in de border. Daar kunnen we dus nooit meer heen. Nee, dat is echt heel jammer. Mijn huisje. We hebben ook niet eens onze bedjes meegenomen. We kunnen dus niet eens ooit meer slapen. Oké, ik neem dit nog wel allemaal mee. Ik heb er nou de rekening mee dat we hier absoluut nooit vanaf moeten vallen, hè? Nee, nee, mijn schaar is kapot. Nee. Oh, nee. Oké, we moeten het een beetje veiliger maken. Want nou plaatsen we wat hekjes of wat muren hier zo. Ja, dan val je er ook niet zo snel vanaf. Nee, daarom. Ik ben nu wel heel bang. Oh, nee, daar ging ik al bijna. Oh, Kevin, hoorde ik nou dat een van jouw tools op was? Dat wou ik je net vertellen, maar een van mijn tools is op. Welke? De ex. Oh, nee. Oké. Ja, ik kan er een maken. Oh, dat is perfect. Oké, doe jij dat, Kevin? Ja. De border begint wel heel dichtbij te komen. Ik wil er niet naar kijken. Oh, maar we moeten wel meer die kant op. We kunnen hier geen beest bouwen, want de border is hier veel sneller dan verwacht. Oh, ja. Ja, we moeten meer die kant op. Hey, een appel! Die wil ik hebben. Dankjewel. Oh, lekker, we moeten meer die kant op. Oké. Oh, ik doe mijn helmpje snel op. Oh, ik kan mijn helm ook een kleur geven. Laten we mijn helm geel maken. Vind je dat mooi? Ja, heel mooi. Maar ik vind het niet zo heel mooi dat we hier weg moeten. Oh, nee, ik ook niet. Ik dacht dat dit de perfect... Oké, daar ging ik bijna. Ik bedoel, ik leef nog, niks aan de hand, natuurlijk. Oh, moeten we hier ooit wegkomen? Ik zie daar water. Waar? Nee, maar dat gaan we nooit redden, Kevin. Ik denk dat we hier een bruggetje moeten maken. En dan kunnen we hier op deze boom! Oké, dat heeft een klein beetje pijn. Kom op, oké, goed zo. Oké, waar moeten we zien te komen? Ik weet het niet. Niet vallen. Nee, dat wil ik ook niet doen. Maar de lava komt zo meteen. Kijk, al die bijtjes. Moeten we die bijen niet waarschuwen? Ja. Meneer de bij, er komt lava! Kijk uit. We moeten een klein beetje rekenwerk doen. Daar komt een border heel dichtbij. Daar komt een border heel dichtbij. Maar die daar zijn nog best wel ver. We moeten daar in het midden van de berg. We moeten in het midden zien te komen, inderdaad. En ik denk dat deze berg hier tegenover is. Dus niet die ene waar we nu op staan. Maar dan moeten we een klein beetje parcouren naar deze kant. Ja. Ik denk deze. Ik denk dat we hier wel goed staan. Ja, zoiets. Oké, dan moeten we hier een klein beetje omhoog zien te klimmen. Ja. En dan hier erop. Perfect. Ja. Nou ja, oké. De border is nog steeds meer aan die kant. Ik denk dat dit nog steeds niet het midden is, Kevin. Ik denk dat we echt meer deze kant op moeten. Ja, dat denk ik ook. Het gaat niet zo heel soepeltjes, hoor. Nee, inderdaad. Maar misschien kan ik hier wat iron vinden, trouwens nog. Oh, dat zou wel slim zijn. Oké, dat zie ik niet. Ik zie wel kool. Dat kool, dat wil ik sowieso meenemen. Dat is altijd super handig. Ik begin het alleen een klein beetje spannend te vinden hier zo. Ja, ik ook. Het is zover. De lava komt vanaf dit moment omhoog. En we moeten dus niet doodgaan. Want als je helemaal dood bent, dan kom je nooit meer tot leven. Oh nee, wat zombie! Pak hem! Oh nee. Dat is ook een dingetje. Het is inderdaad nacht aan het worden. Oh nee. Oké, Kevin, we moeten wat doen. Laten we omhoog bouwen en een klein huisje bouwen. Daar zijn geen zombies meer. Nee, we moeten naar boven inderdaad. Kevin, kom! Ja. Oh, dat gaat nu heel snel. Oh nee. Oké, laten we ongeveer zo hoog zitten. Ik denk dat we hier wel hoog genoeg zitten. En dan kunnen we hier een kleine basis maken waar we een beetje kunnen overleven. Ook heb ik wat kool gelukkig, dus daarmee ga ik een torch maken. Zodat we hier ook wat licht hebben. Oh, ik kan hem hier niet plaatsen. Alex, vang me op! Kevin, kijk je uit! Oké, Kevin, kun je een keer springen? Ik wou hier net een blokje neerzetten. Jip, spring! En dan, hup, en dan hebben we een lampje. Ja, dat is wel mooi. En dan plaatsen we hier nu inderdaad zo even wat zand erbij. En dan kunnen we hier een kleine basis maken waar we voor nu eventjes kunnen overleven. Oeh, dit gaat zo slecht worden zo meteen. Ah! Lava is op niveau min 50, min 51, min 49. Oh, nee. Waar zijn wij nu ongeveer, denk je? Wij zitten nu precies op niveau 88. Oh, dan moeten we het zo meteen ook al ergens kunnen zien, of niet? Ik denk het wel, inderdaad. Ik denk dat we het allereerste bij het water zo meteen naar boven gaan zien komen. Oh, nee. In de tussentijd kunnen we hier wel een leuk zandkasteel bouwen. Vind je niet? Ja, leuk. Oké, laten we eerst de ondergrond maken op deze manier. Oh, dit wordt zo'n cool zandkasteel. Ik denk dat het zo ongeveer wel groot genoeg is. Dan plaatsen we hier nog even een blokje erbij. En dan kunnen we hier inderdaad de zandmuren maken. Zal ik de torretjes maken op de hoekjes? En dan moet jij de muurtjes ertussenin plaatsen, oké? Oh, Kevin, je doet het bijna af! Oh, sorry, dat was bijna kantje bord. Oké, we moeten denk ik op deze manier de hoekjes maken. Dan kunnen we nog een klein beetje kijken. En dan kunnen we zo ertussendoor, snap je? Ja, dat is dit de ingang. Of we maken ze op deze manier. Dan heb je echt zo'n coole ribbelkant. Dat is een echt kasteel. Ja. Oké, dan doen we dat zo. En dan doen we deze weghalen. En deze weghalen. En hier moet inderdaad de deur komen van ons zandkasteel. Oh, dit wordt zo'n gaafste kasteel. En hier binnen kunnen wij dan een torch zetten. En dan kunnen we altijd uit het raam kijken. Ja, ideaal.
jou. Nou ja, raam, het is niet echt... wat hoor ik? Er loopt een baby zombie. Het zit helemaal vol zombies. Oh nee, en een spin. Kevin, ja. Volgens mij proberen ze omhoog te kruipen hier beneden. Volgens mij ook. Ik heb een verrassing voor je. Het is een bed. Ik kan nu slapen als je wilt. Dat is zo handig. Oké, nou... Alex, ik ga even slapen hoor. Dit duurt echt veel te lang. Hoe bedoel je slapen? Ja, het is avond. Ik ga slapen later. Ja, maar... de lava komt zo meteen. De lava... Oh nee, ligt hij nou letterlijk nu al te slapen? Weet je wat? Ik zorg er wel voor dat jij weer veilig kan slapen. Ik ga het gewoon hier helemaal inbouwen in glas. Een soort glazen koepel om het zandkasteel heen. Op deze manier is het toch onmogelijk voor lava om binnen te komen in ons vliegende zandkasteel. Nou ja, vliegend. Hij staat op een boom, oké? Het is nog steeds een soort van vliegend. Ik vond het er tenminste super cool uitzien. Laten we hier dan ook maar een mooi glazen dakje opzetten op deze manier. En dan hebben we zulk een mooi uitzicht vanuit onze glazen koepel zandkasteel, wat het dan ook mag zijn, zodat Kevin lekker rustig kon slapen. Oh, het zit hier vol zombies. Oh, waarom moeten er ook zoveel zijn? Ik vind het helemaal niet leuk. Laten we ook een crafting table hier opzetten. Ik wil namelijk een ladder hebben. Een ladder waarmee ik gewoon altijd makkelijk op het dak kan komen hier zo. We moeten het namelijk wel een beetje veilig maken. Ook komt er zometeen allemaal lava. Zo, dan zetten we die daar. De kust ziet er nog best wel veilig uit. Ik zie nergens lava. Ach, wat bedoelde dat weerbericht dan ook met... Oh, er komt allemaal lava. Dat was gewoon een leugen. Hup, hoppakee. Dan kunnen we hier zo erboven klimmen. Oké, misschien maakten ze toch niet een grapje. Maar er ligt toch allemaal water. Dat zou de lava wel moeten blussen, zou je denken, toch? Oh, nee. De arme inktvisjes. Oh, nee. Meneer de inktvis, kom uit het water! Oh, nee. Het komt nu zo dichtbij. Moet ik niet Kevin wakker maken? Oh, die ligt sowieso in een diepe slaap. Het is dichtbij. Het is heel dichtbij. Moet ik hem wakker maken? Ik denk het wel. Kevin, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker, wakker, wakker. Er is lava! Waar? Buiten! Kijk hier naar beneden. Oh nee, het hele bos is aan het afbranden, Kevin. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Oh nee, we moeten heel snel weg. Maar het kasteel zou veilig moeten zijn, zou ik denken. Ik bedoel, ik heb hem helemaal ingebouwd, zoals je kan zien. Met glas, zodat je veilig kon slapen. Alleen kom ik er nu achter dat ons huis, zeg maar, op een boom staat. En een boom verbrandt. En als de boom verbrandt, zakt het zand naar beneden. En als het zand naar beneden zakt, zakken wij in de lava. Dit is zo'n boom. Het gaat ineens wel echt heel snel. Oké, Kevin, sowieso blijft dit glas vliegen. Dus daarop kunnen we een stevig platform de lucht in maken. Check die zombie. Waar? Kijk die Enderman. Oh nee, ze zijn hier allemaal aan het wegrennen. Die Enderman gaat alle kanten op. Als die Enderman maar niet naar ons toe komt. Oh nee, die Enderman staat in brand. Hij heeft zelfs een blokje gras meegenomen. Maar dat helpt hem niet. Oh nee. Kevin, wat moeten we doen? Ik weet niet. We moeten zo weg. Maar eerst... Natuurlijk moeten we zo weg. Ja, oh nee. Even kijken. Ja, okay. Dit is heel gaaf. Nee, het is niet gaaf. Maar we zouden veilig moeten zitten hier, toch? Wel mooi. Het is niet mooi, Kevin. Het is het einde van de wereld. Ja, dat is ook zo. Oh nee. Oh, kijk, alle creepers ook naar boven rennen. En alle skeletons. Onze boom staat in een fik. Welke boom? Onze boom staat in een brand. Nee. Onze boom staat Nee. Het zand zakt naar beneden. Oh nee. We hebben een probleempje. Al het zand zakt naar beneden van onze basis. Oh nee. We kunnen daar niet meer staan. Alles is letterlijk weg. Kijk al die monsters daar. Oh nee. Kevin, kijk uit. Kom naar boven. Kom op de ladder. Alsjeblieft. Het gaat zo fout. Wat moeten we doen? Oké. Kevin, ik denk dat we naar boven moeten. Het hele huis zak namelijk in hier beneden. Oké, go. Gaan we dit ooit doen? Dit gaat zo fout. Maar stop, Alex. Wat is er? Dat ik heel veel van jou hou. Ik ook van jou, Kevin. Maar we moeten dit overleven. We gaan dit overleven. Ja. Oké, ik moet even aan de zijkant. Okay. Oh nee! Kevin! Nee! Nee, hoe kan het nou? Alles verandert ook in lava. Alles is weg. Nee, al het zand zakt weg. Oké, ik moet wat sterkers bouwen. Obsidian. Oh nee, al het zand zakt ook naar beneden. Ik ben hier in mijn eentje. Ik moet wat sterks maken. Wat nou maak ik hier gewoon een stenen basis? Waar ik mezelf in kan opsluiten. Dan moet ik dit toch wel overleven, zou je denken? Oké, daar gaan we dan. Hoe gaan we dit zo sterk mogelijk maken? Natuurlijk niet met blaadjes. Die blaadjes die verbranden allemaal. Ik heb ook heel weinig cobblestone. Ik heb glas. Glas verbrandt sowieso niet. Oké, laten we dit hier
hier zetten. Oh, dit gaat helemaal geen nut hebben. Ik sta hier in mijn eentje te zalmen lava. Ik moet een nieuw huis hebben. Die moet ik zo snel mogelijk zien te bouwen. Oké, ik ga dit gewoon hier een klein beetje uitbreiden op deze manier. Zo. En dat zou dan niet moeten verbranden. Oh nee. Ah, oké, daar schrok ik een klein beetje van. Oké, dan doen we dit daar als grond. En dan doen we dit daar eromheen. Oké. En ik heb weer glas nodig in mijn huis. Ik ga het gewoon helemaal volbouwen met glas hier. Oh nee. Moeten we ook kijken of de cobblestone niet verplaatst trouwens hieronder. Als dat namelijk het geval is, dan is dat foutenboel. Oh nee. Ah! Oké, ik moet erboven. Oh nee, dat is foutenboel. Oké. Nee! Kan ik hier... Ik kan geen nieuwe grond maken. Oké, wat moet ik doen? Paniek. Oké, ik ga dirt bouwen. Ik ga dirt gebruiken. Alles verdwijnt gewoon. Het is niet dat de blokken blijven staan. Nee, het verdwijnt gewoon. Oké. Ik ga hier gewoon met allemaal zand bouwen. Ik heb er namelijk nu dirt onder gezet. Dus je zou denken dat dat toch moet blijven vliegen. Toch? Ik hoop het maar. Laten we ook een torch neerzetten voor wat licht. Ik begin ook honger te krijgen. Ik heb eten nodig. Oké, wat ga ik eten? Ik heb hier nog heel veel broodjes. Oké, die broodjes kan ik opeten. Dat is perfect. Ik heb ook nog allemaal golden nuggets. Met die golden nuggets kan ik ook nog zoveel dingen doen trouwens. En ik heb hier ook super veel hout. Oké, laten we een crafting table maken. Ik wil van die golden nuggets ook zo snel mogelijk tools maken. Daar hebben we gold ingots voor nodig. Oké, dat is perfect. En dan hebben we een goud zwaard nodig. We moeten heel snel naar boven. Dat was net op tijd. We zitten zelfs boven de wolken. Oké. Kom op, Alex. Je kan dit. Nee! Ik had een crafting table nodig! Nee! Dit was het einde van deze video. Klik op een van de twee video's die jullie naast me kunnen zien staan. Doei!